Welkom, dit is een test. Hey, daar ben je Anton. Een goede dag. Hallo. Oh, papa. Welkom. Even. Ja. Hoi. Ik ben nog bezig met een potje. We komen eraan, Anton. Doe rustig aan. Concentreer je. Is het in een toernooi? Ja, ik zit in een toernooi. Ik ben net begonnen tegen Jelmer Bakker. Jelmer Bakker. Het toernooi duurt nog 2 minuten. Nou, ik zal eens even kijken of ik dat live kan uitzenden. Ik moet ook een beetje oefenen. Even kijken hoor, portion van de screen. Share en dan. Er is nog niemand voor te zien. Dan kan je zo klikken bij een plaatje. Ja, je bent nou denk ik live in de uitzending. Nou, dan moet ik extra goed mijn best doen. Ja, Jelmer, je pakt net een pion van Jelmer. 2 goed gecentraliseerde paarden, goed zo. Jelmer ontwikkelt geen stukken. Dat is goed nieuws. Nog maar eentje vooruit. Kijk eens, met tempo winst. Ja, dit is wel mooi als je het niet ziet. En je lopen ontwikkelen en tijd winnen. Je kan ook standaard profiel even kijken. Ze hebben ze ja, kijk eens aan. Giel komt ook binnen. Even kijken. En even hoe heet hij. Ja, zo gek gaan we het nog niet laten maken, natuurlijk. Kijk, het wordt al gezellig. Waarom heb ik nog video's? Nog 1 minuut. Ja, je staat een pion voor, hè? Dus dan
Ga je het op de gong redden? Ja, inderdaad. Hard maar waar. We gaan binnenkort dus maken dat als je maar één punt voor staat, dat de gong minder gauw gaat, zeg maar. Want oh ja? Oh, dat is mooi. Hij trapt er niet in. Uiteindelijk kunnen we gewoon kijken, ja? Ja, dus als je, ik zal jouw geluid uitdoen, Gilead. Want dan... Anders horen jullie elkaar. Dan komt er een echo. Ja, je hebt het al gedaan. Ja. Ja, dus één microfoon. Dan je kunt gewoon praten. Ik hoor je, Giel. Hoe ben jij nou in beeld? Doe eens uit. Nee. Ik probeer dan ook nog iemand te schaken tegen mij. Die is de countdown volgens mij. Moet die gegaan zijn, toch? Ja, dat zou me ook niet verbazen als het toch Gideon was. Even kijken. En dan delen, stop sharing. Geel doen daar eens uit. Ja. Dat kun je niet meedoen met je tunnel. Ja, dan gaat hij dus al. Dan kun je met je tijd even kijken. Ik heb mijn geluid uit. Zo. Volgens mij heet ik Giel. Waarom heet ik Giel? Rut komt er ook aan. Gezellig. Nee, Rut is er niet bij. Oh, dan in ieder geval de naam Rut dan. Is het nog Rut? Ja, maar... Ja, dat is wel met je best. Volgens mij staat het Giel. Esther, wat is er? Welkom. Ja. En ik ben er ook, maar ik weet niet hoe ik mijn... Oh, maar je naam mag zo blijven staan hoor. Of heet ik nou weer Rut? Oh, dat kan ook. Ja, dat is modern. Ja. Zo. Nou, we gaan zo voor degene die het nog niet weten. Zo meteen een simultaan spelen. Deze keer... wordt die iets anders, want ik ga iets meer tijd geven aan jullie en aan mezelf. En ik ga het een beetje educatief proberen te maken. Ik kan pijlen trekken en dingen uitleggen. Dus het is kunst om op je eigen bord te leggen, maar uiteindelijk wil ik er een mooie ervaring van maken. Als het goed is zijn de bugs er nu uit, maar dat roepen we elke keer. Dus ik ben benieuwd wat jullie vinden. En ik vind het heel leuk. Ik zit hier te kijken naar de weekstand. Ik zal tussen de toernooien door wat uitleggen dat er, wat er nog meer aan zit te komen qua toernooien. Thuisschool staat bovenaan vandaag. En bij de scholen staat op dit moment een Zweedse school, de Essinkola school, bovenaan. En de Morian doet het ook goed. En we gaan een lekker toernooitje spelen met z'n allen. Even kijken. Over 2 over begint hij, als het goed is. Dus dat is over 3 minuten. Ja, ze willen allemaal spelen nu. Ik ga naar de toernooizaal. Ja. Tijgerman heeft net gewonnen. Ja, hij gaat zo... gaan mensen daarin. Ja. Ik ga vast naar mijn simultaanomgeving. Ik zal eens kijken of ik die precies kan sharen. Dat is wel leuk. Kan jij zelf kiezen wie erin gaat of gaat het willekeurig? Dat gaat willekeurig nog. Ik heb het nog niet voor te zeggen, zeg maar. Dus nee. Even kijken. Advanced. Hoppakee. En als het goed is, kan ik dan... mijn gebied wat vergroten. Nou, nog 1 minuut 30. En de klok loopt. Leuk. Dus je hebt de tijd, Gilead. Je kunt ook rustig nadenken. Had gisteren een baaldag. Had je een baaldag? Vertel eens, jongen. Wat is er gebeurd waardoor je baalde? Nou... Hij was gefrustreerd van dat hij niet lukte met die recordkraker. Dan ging hij schaken en toen werd hij ingeluid door Jonas. En toen was ik echt klaar ermee. Ja, dat is hard schaken, hè, af en toe. Ja. Die recordkraker, weet je waarom we dat gemaakt hebben, Gilead? Want schaken is eigenlijk best hard. Ik zeg altijd, je wordt niet kampioen door je beste zetten, maar door je slechtste zetten te voorkomen.
En daarom proberen we recordkrakers te maken. Want hoe langer je het volhoudt, hoe sterker je wordt. Ja, die zijn erg leuk, vind ik. Ja, dan moet je heel nauwkeurig worden. Het zwarte niveau is ook echt moeilijk. Ik heb al 30. Hey, Jante was al praten. Ik heb bij heel veel al 30. Oh, wauw. Ja, en op het zwarte niveau, Giliad, komen er ook heel veel instinkers. Dan hebben we hem zo gemaakt dat het lijkt alsof je heel simpel dubbele aanval kan doen. Ja. En dan zit er een instinker. En dus je moet elke keer kijken hoe probeer je... Ja, ik moet nog maar één sticker. Oh ja. Maar die mix is heel vervelend. Ja, dat snap ik. Nog 11 seconden, jongens. Oké. Okay. Elk moment beginnen. Ook. Jee! 5, 4, 3, 2, 1. Hupsakee. En dan gaat hij langzaam beginnen met indelen. Als goed is. Jonas nog niet. Jonas komt niet. Jonas komt pas de tweede helft. Tijgerman, Lucas, Simon. Ik zie nog 3 spelers, zie ik. 1, 2. Rowan. Ik zie jullie niet. Ik zal er nog een paar ophogen. Dan begin ik met wat extra druk. Dan ga ik op een gegeven moment wat commentaar doen. Nee, ik heb jullie niet getroffen nog. Oh jawel, ik zie volgens mij... Zag ik Giel voorbij komen. Ja. En Josiat? Ja. Joshua. Joshua, ja. Sorry, ik zeg af en toe Josiat, hè. Goed zo dat je me corrigeert, hoor. Mijn vader. Oké. Nou, er wordt goed geschaakt. Ja, ik ken die gevaarlijke zet van je. Ik heb er pas nog een partij van bekeken, Giliad. Die gevaarlijke dame zet van je. Nou, dan ga ik mijn eerste... Kijk, deze loper, die ga ik proberen in te sluiten. Dus ik hoop dat dat begrepen wordt. Ik heb nu een tip gegeven dat hij daar wat aan moet doen. Tijgerman. Nou, er wordt goed ontwikkeld. Denk om je dame, Giliad. Ja, ik let wel goed op, hoor. En dat dacht ik al. Daar trap jij niet in, hè? Ja, ik denk, wegwezen je die handel.
Nou, goed bezig, Josjat. En je hebt nu, zeg maar, mijn loper aangevallen. Dus dat betekent dat jouw koning, als je die in veiligheid wil gaan brengen, ja, zal die dus lang moeten rokeren. En dat betekent dus dat jouw loper eigenlijk en je dame best wel een uitdaging is, waar moeten die heen? Maar ik denk dat je daar wel uit gaat komen. En ondertussen ga ik je eerst nog even plagen, zeg maar. Dus je kunt er niet meteen aan werken. Kom maar, wacht. En Kitty 1, 2, 3, ik denk niet dat je in de uitzending bent, maar mocht je het nog een keer nakijken op YouTube, of als je er toevallig wel bent inmiddels, kijk, je loper hangt. Dus die had ik kunnen pakken, maar je krijgt één herkansing van me, want ik ga nu eventjes weg. Dus ik geef je nog een kans. Nou, mijn rokade is voltooid bij Josia. Joshua. Oh, goed te willen. Sorry hoor. Ik ben beelddenker en na 100 keer gaat het goed. En dan gaat het nooit meer fout. kijk, Giel. Er is een penning in de stelling. Ik ga hem even laten zien. En daar kan ik nu van profiteren. Als jij me vertelt hoe, dan doe ik hem niet. Je kan nog pionnetjes slaan. En ja, dan kan ik hem niet slaan met mijn paard. Heel erg goed. Dus jouw pion is eigenlijk in problemen, deze inderdaad. Maar aangezien je het zelf gezien hebt, doen we het niet. Succes! En kijk, Kitty 1, 2, 3, ik had je net getipt. Je hebt er niets mee gedaan, dus nu hap ik hem. Oh. Oeh, kijk, nu ga ik hier even bij Tijgerman. Die krijgt ook nog een nieuwe kans. Want ik zie hoe ik die dame en die koning samen kan aanvallen door dit paard te zetten. Misschien heb je nog een mooie oplossing. Ik ga in ieder geval jou nog één kans geven om het zelf op te lossen. Je moet binnen de tuin. Ja. Nee, je hebt extra bedenktijd. Rokeer je nooit naar de andere kant? Jawel hoor. Het is alleen, het komt er nu niet van. Maar die tip die ik jou net gaf om te rokeren. Ja, daar ben ik nog niet naartoe gekomen. Nee, dus je ziet dat ik wel. Oh, ik win ook op gong. Dus zie ik hier. Oh, wat jammer als dat zo snel gaat. Dat is het nadeel. Dus ik moet de gongtijd anders gaan instellen als ik het educatief maak. daar heb ik nooit bij stilgestaan. Ja, oh. Oh, we zijn zo lekker aan het schaken. Oké, weer wat geleerd. Dan moet ik eigenlijk vragen of de programmeur dat nog kan regelen. Maar ja, voor de volgende keer. Dat gaan we straks proberen. Ik ga dan nu het tempo wat verhogen, zodat we de potjes nog een beetje af kunnen maken. Ja, we krijgen een nieuwe kans, Giel. Dan begin ik wat sneller. Weet je wat misschien wel een leuke tip voor je is, Giel? Dat je in de toekomst 10 minuten de tijd jezelf gunt voordat je de dame gebruikt. De eerste 10 zetten of zo. Even kijken. Er zijn er nog meer in de uitzending, hè? Ik moet eens even kijken. Ja, je kan ook pauze nemen dat je gewoon gaat kijken.
Bij mij gaf hij in beeld aan dat ik had gewonnen, terwijl het 0-0 stond. En bij jou staat er in beeld nu lost. Hé, hey, dat is interessant. Dus dat kunnen we ook nog even terugkijken. Er gaat dus nog wat verkeerd met winst en verlies. Ja. Ik had net ook dat ik op een bordje gaf iemand op en toen heb ik een zet gedaan. Dat zag er ook heel raar uit. Oh, dat is ook raar. Ja, dan kan je zien, ik ben hier. Ik dacht dat we door alle foutjes heen waren, maar het lijkt er dus toch op dat we er nog een paar in hebben zitten. Waar ben je? Even kijken hoor. Nou, er wordt goed gecentraliseerd. Dus even kijken, hier, Mugman, je speelt zonder je stukken en je kunt mij niet verslaan met één vriendje. Dus als Mugman dit hoort of later terugkijkt, is mijn tip, haal de vriendjes bij. Ik zal, om het je makkelijker te maken, een paar zetten gaan passen. Dus ik ga nu een paar keer heen en weer zetten met mijn dame of zo. Dus dan krijg jij de kans om stukken te gaan gebruiken. Giel is goed aan het ontwikkelen. Even kijken hoor. De vraag is of deze kan, Esther. Ik heb net een zet. Oh nee, het was niet tegen jou, Esther. Ik weet niet tegen wie dit dan was. Ja, nu ontwikkel je in ieder geval twee pionnen in het centrum. Los van of ze gedekt staan, dat weet ik niet. Maar het zijn wel twee pionnen. Maar probeer nu je vriendjes erbij te halen. Misschien zijn de pionnen niet gedekt. Dat zou kunnen hoor. Maar... je kunt het. Even kijken. Ondertussen ga ik mijn vriendjes er ook bij halen. Heel goed ontwikkeld. Letta, je bent erg goed bezig. Oh, dat paard is veel te mooi, Giel. Die wil ik daar niet. Weg, weg, weg. Heb je dat gezien, Tijgerman? Nu kan ik hem pakken. Nou, ik mats je. Goed zo, Esther. Maar... koningveiligheid. Hier is een hele gemene schaker. Tijgerman die denkt van ja, weet je wat? Daar trapt die Jan dan wel in. Ik ga hem gewoon mat zetten. Gewoon allebei die stukken richten op dat ene punt. En wie weet is het wel mat. Nou, dan ga ik eerst eens even kijken of die nog iets weet te bedenken als ik het dek. Nou, heb je goed gedaan, Esther. Je hebt drie stukken in het spel. Maar liefst 1, 2, 3. Het is alleen wel lastig om die loper er nu bij te halen en het paard. Maar het gaat je lukken. Ik ga eens een paar zetjes passen. Waarom ik het iets makkelijker lijkt te hebben is omdat ik zo'n mooi pionnencentrum heb. Dat is altijd lastig. Daarom probeer ik altijd één pionnetje in het centrum erbij te krijgen. Ik ga ze eventjes rustig aan doen. Zet hem op. En dan ga ik weer even wat zetjes doen om... het tempo erin te houden, want we weten inmiddels dat we straks afgegrond gaan worden. Dat is toch jammer, hè? Er is niks zo leuk dat als het elke keer beter wordt. En nu ga ik dat paard van jou aanvallen, Tijgerman. Dus ik ben benieuwd wat je eraan gaat doen. Ja, Gilles is ook bezig goed te ontwikkelen. Kijk, en hier zie je... dat ondanks dat ik niet ontwikkeld heb, misschien is dat wel een leuke les, hè? Dat je ziet van, jij hebt nu twee van mijn stukken staan in. Jouw pionnen zijn hartstikke gevaarlijk geworden. Dus dat doe je heel goed. Ik ga nu gewoon een stuk weggeven zometeen en jou laten zien hoe ingewikkeld het is als je niet ontwikkelt. Dus dat wordt een les voor Mugman. En ik hoop dat Mugman dit een keertje terug kan kijken. Wat ik ga doen, is stukken geven en dan vervolgens wel... profiteren van mijn veiligere koning. Ook bij mij?
Nee, want jij bent fantastisch aan het ontwikkelen. Daar kan ik niks mee doen. Ik begin het idee te krijgen dat je dit begint te doen wat ik zeg. Ja, nou heb ik een probleem eigenlijk, hè. Je haalt ook nog mijn mooie centrumpion weg, Giliad. Dat doe je heel goed. Ik vind het dat het tijd wordt dat ik jou zo een cadeautje extra doe. Omdat je zo goed speelt. Kijk, en nu zie je dus dat mijn stukken in het centrum uiteindelijk bij Mugman doorslag gaan geven. En bij Tijgerman, die heeft op aanval gespeeld terwijl hij zijn ontwikkeling niet afmaakt en komt dan in problemen. Giliad, omdat je zo goed ontwikkelt, loop je het risico dat je af en toe even wat weg gaat geven. Dat hoort bij jouw fase waar je in zit. Dus deze heb je nu in laten staan, dit paard, omdat je zo goed op je ontwikkeling aan het letten bent. Dat geeft dus helemaal niet. Moet je niet gefrustreerd van raken. Ik vind het echt geweldig dat je ontwikkelt. En je ziet dat soms mensen het ook dan niet gaan zien. Bijvoorbeeld ik. Ik zie nou helemaal niet dat paard in staat wat ik net verraden heb. Kijk, en die koning die is nu heel erg opgesloten. Hè? Dus Mugman, ik ga op jouw koning spelen. En de laatste tik uitdelen. En dat heeft dus te maken met dat al jouw vriendjes nog op de onderste rij staan. Het is eigenlijk een voetbalwedstrijd van 1 tegen 11. En nou, die heb ik gewonnen. Heel goed gespeeld, in ieder geval goed je best gedaan. Op stuk winst gespeeld. Ik zie veel vaardigheden. Tijgerman is dus nu zijn pion kwijt, zeg maar. En hier zie ik ook wat verkeerd gaan. En dat is het ingewikkelde van schaken. Als je dus heel erg speelt op ontwikkelen, dat doe je nu voor het eerst, dan gaan er ineens andere dingen verkeerd. Maar dat is een kwestie van tijd. Op een gegeven moment dan gaat dat goed. Nou, Giel, fantastisch. En dat paard richt zich nu ook op het centrum, hè? Dus ook daarin heb je nu een goede stap gemaakt. Gong draw. Ja, dat is het nadeel van dat ik natuurlijk veel praat. Oh. Even kijken, we gaan zo meteen eens even onderweg. Oh, ik heb hier nog mijn... Ik ga gewoon Henk... Of misschien Marcel, kun jij Henk bellen? Ik zie dat je in de uitzending bent, Marcel. Ik hoop dat je me hoort. Ja, kun je Henk even bellen en vragen of de gongtijd uit te zetten is voor de volgende fase? Voor de volgende wedstrijd, omdat alles wordt afgegonkt. Ja, ik ben... hij moet niks programmeren, hoor. Als het kan makkelijk, dan is het zo en anders heb ik pech. Oké. Okay. En hier, ik denk dat je het al gezien hebt, hè, dat die instaat. Ik word overal afgegonkt en we krijgen nieuwe partijen. Dat is dan wel weer het leuke. Hop, Daan krijgt een kans. Tijgerman, even een stukje ruilen. Oh, dat krijg ik ook weer een kans. Ja, we gaan het zien. Maar kunnen robots ook met de simultaan tegen jou? Wat zeg je? Kunnen robots ook tegen jou als je simultaan is? Wat zou ik doen? Ik had net geluid hier, waardoor ik het niet hoor. Ik zie dus ook hele raar. Wat nog een keer, Giliad? Kunnen robots ook tegen jou als je simultaan is? Dit is toch een simultaan? Ja, maar kunnen robots ook inloggen dan? Vraag. Oh, nee. Die heb ik gezegd dat ze niet meer mogen zijn. Die zijn veel te goed. Daar kan ik niet tegenop, joh. En dan weet je dat het robots is. Ik ben er voor jullie en niet voor de robots. Kijk, Esther, je bent echt... En nu probeer een pion in dat centrum te zetten. Je bent erbij, weet ik. Net als je dat nu gaat doen, ga je zien dat je veel meer ruimte wint even. En Tijgerman die probeerde mij net herdersmat te zetten, dus dan ben ik altijd wat minder lief voor. Kijk eens aan, hier zijn mooie pioncentrum van Joza. Ik leer het wel. Linde, boer, kijk eens aan. Ik speel op trucjes. Kijk, en nu heb je dus nog steeds een kans... Esther, om die pion inderdaad naar het centrum te halen. En dat is fijn. Dan krijg je iets meer ruimte. En dan zul je zien dat het makkelijker gaat om al je stukken van de onderste rij te halen. Dat was net een beetje lastig, weet je nog?
Ja, mat voorkomen. Dat vind ik dan wel weer goed van Tijgerman. Kijk, mat is natuurlijk het ergste wat je kan overkomen. En dreigt mat. En ik snap dus echt wel dat je dit gedaan hebt. En ik beloon het met een blunder. Vind je niet? Oh, klok lost. Nou, kijk. Op gong verslagen. Nog, ik zal het leren op die manier. Oh, ik zie dat ik even moet switchen. Oeh. Hey, dat is een hele gemene zet, hè? Jij ziet de penning. Hij is mooi volgens mij. Ja, hij is heel mooi. Ja. Hoe gaan we je daar nou eens eventjes mee in de war brengen? Ik denk dat ik die maar eens doe. Je hebt de penning, je hebt de dingen zelf geplaatst. Je kan er wel dan moet je al deze stukken eerst opruimen. Dat is het nadeel van. Je klikt de koning vanuit het midden, klik je dan twee vakken en dan gaat hij automatisch in de plant staan. Dus je verplaatst de koning twee plekken. Ik ga af en toe wat sneller proberen te spelen. Kijk, het was dus een hele mooie set, Jozef. En tegelijkertijd zie je dus dat je nu wel een paar keer moet zetten met de dame. Ja. En dat is weer eigenlijk wat je niet wil, want dan win ik tijd in de ontwikkeling. Klopt. En dat is altijd het ingewikkelde. Daarom ga ik toch liever niet zo vroeg met dames naar buiten in het begin. Zeker als je nog niet helemaal bekend bent in het openingsspel, dan probeer ik altijd eerst mijn eigen stukken... de kleinere stukken wat naar voren te brengen. Dat heeft daarmee te maken. Ja. Niet zo goed bekend in het. Maar ik vond het wel mooi gezien, de penning. Ah, waarom doe je dat nou? Deed ik iets wat jij niet leuk vond? Voor mij had je nog niet hoeven rokeren. Esther, je hebt inderdaad heel goed gezien dat dit pionnetje instaat, maar je hebt niet goed gezien dat deze instaat. Dus ik hoop dat jij nu weet hoe je dat moet oplossen. Ja. Ik zie wat je van plan bent. Je had een kansje hier gekregen, hè, voor een pionnetje. Had je die gezien? Je kon wat maar ontwikkelen is ook belangrijk. Dus het zijn vaak lastige vragen. Moet je hem nou pakken of niet? Ja, Esther... Je laat er wel de hele tijd je dame in staan, hè? Nou, dan ga ik die dame maar wegpesten. Ik vind het altijd wel mooi zo'n gaatje maken. Met idee. Oh, Esther. Is deze nog veilig? Nee, hè? Nou, dat heb je heel goed gezien. Hoe kan ik hem pakken? Met welk stuk? De loper. Heel goed, dan mag ik hem niet pakken omdat jij het al weet. Het is een nieuw spelregel. Ja. Ik ga nu proberen... Ja, wat wil ik eigenlijk? Ik ga eerst... Mooi mijn toren op de open lijn zetten. Heel goed. Ja, nu heb je een mooie stelling, Esther. Ah, we gaan weer wat afgongen. Remise. Oh, het is de toernooi is voorbij. Ja. Dat is het. Nou, dan gaan we eens even kijken of... 23 punten. Is Marcel er nog? Ja. Ik had je al een berichtje gestuurd. Die gong kan niet uitgezet worden. Nee, ook niet verlengd naar 15 minuten. Dat bedoel ik.
Daar ging het mij eigenlijk om. Ik wacht even, ik zal... Even kijken. We gaan het even proberen. Maar ik denk dat dat inderdaad nog niet kan, hoor. Dat is dan volgende week het geval. De gong zat vrij diep in de code, zei Henk. Hey, een kort vraagje of we het over hetzelfde hadden met Marcel had al bij je geweest. Kon die 15 minuten gong, is dat al een parameter of is dat nog in de code? Nou, we staan toch op het programma, maak hem maar lekker variabel voor de toekomst. Maar het is zo leuk dat je educatie kan doen, alleen dan loop je eigenlijk heel snel in de gongtijd. Ik ook niet. Ja, oké. Ben je nog bezig? Nee, ik ben nu even klaar, maar ik zit nog wel in de live uitzending. We gaan er nog eentje spelen. Oké, dan gaan we later wel bij. Yes, bye bye. Hoi hoi. Nou, leuk jongens. Hoe was het met commentaar erbij? Is dat leuk? Ja, maar dan kan je eigenlijk niet schaken, want je kan zo moeilijk twee dingen tegelijk. Ja, dat snap ik wel, ja. Want je hoort dan mij en dan krijg je pijlen en dan gaat het wat snel, zeg maar. Ja, om te kijken vind ik het wel leuk. Ja. En Jan, ja, dus het is eigenlijk voor het publiek leuk, inderdaad. Ja, Giliant? Kan je ook zien waar de mensen zijn? Want kijk, als ik bijvoorbeeld bij het toernooi ben... Kan je dat ergens zien? Als je niet naar het toernooi gaat? Ik probeer je vraag te begrijpen. Bedoel jij van of wij kunnen zien of jij in een toernooi zit? Ja, of ergens anders. Nou, we kunnen dat zien als jij bijvoorbeeld in een toernooi bent. Dan heb je dat icoontje. Zie je dan dat je zit te wachten bijvoorbeeld? Ja. Dat kunnen we zien. En inderdaad, helemaal in de database... Van Chessity weten we vaak ook of jij inderdaad een puzzel aan het doen bent. Want dan moeten we namelijk de software voor inrichten. Dus de programmeur kan het zien. Dat wou hij weten. Dat wil je weten, ja. Die kan dat zien. Ja. Maar er zijn zoveel mensen tegelijk dat hij dat niet gaat doen, denk ik. Ja, jullie willen nu met mij spelen. Maar ik ga toch echt even wachten op de volgende ronde. Hey, ik heb het toernooi gewonnen. Zie je dat? Ja. Ik vond dat jullie heel goed gespeeld hebben. Hoe vond je het spelen, Esther? Vond je het leuk? Ja, heel leuk. Leuk dat je er ook bij bent. Vind ik heel leuk. Je doet het heel goed. En wat weet je al van de schakenopening? Van in het begin, wat belangrijk is, weet je dat? Ja, ik weet het. Ik zag je een aantal dingen heel goed doen... Op het centrum richten, hè? Dus dat midden van dat bord. Dat is heel belangrijk. En zoveel mogelijk van je schaakstukken je vriendjes te proberen bij te halen. En ook naar dat centrum richten. Dat deed je heel goed. Dus als je zo weer meedoet, dan kun je dat weer proberen. Het is eigenlijk net als met bijvoorbeeld voetbal of een ander spel als hockey. Of met dat je met zoveel mogelijk mee wil doen. En als er maar eentje speelt, heb je minder kans. Ja. Welke diploma heb je al op CST? De dame. Wauw, vandaar dat je allemaal van die moeilijke zetten deed. Goed hoor. Janton, zou je ook in het trainen kunnen maken dat je ziet wat voor een opening iemand doet en wat voor een, stel je voor dat je een keer een penning hebt of een röntgenaanval, dat je dat kan zien in je training? Dus tijdens de partij, zeg maar. Tijdens de partij? Ja, het is technisch wel te doen, ja. En dus dat je dus als je die partijanalyse die jij nu achteraf doet... Dat je die gelijk doet. Ja, dat je meteen... Dat bedoel je toch, of denk ja, ik? Ja. Ja, en dat je dan kan zien van dit waren penningen, dit waren röntgenaanvallen. Ik ben wel bang dat dat nog heel lang op zich laat wachten, omdat het zijn grote projecten. Wij zijn erg goed in het uitstellen van grote projecten op dit moment. Maar het is wel het is een leuk idee en die vraag krijgen we vaker, ja. Oké. Ja, je ziet bij chess.com dat ze dan de opening altijd laten zien, hè? Welke opening je... Vind ik op zich wel leerzaam. Ja, nee, dat snap ik. Dat is een mooie, al die openingen. En ik geloof wel heel erg in openingsprincipes. Dus als wij dat op Chessity zouden doen, zouden we helaas denk ik niet de Caro-Kann of het Spaans leren, maar dan zouden we inderdaad gaan tips geven over de lopers op het centrum richten, of je vergeet je rokeren, of je mist hier een penning. Dus dan veel meer op begrip dan op dat soort termen. Maar het is wel mooi om te zien, hè, dat... Al die openingstheorie. Nog 5 seconden, dan gaan we nog een ronde spelen. Ja. Ik zei
En dan moet je zo klikken. Ik dacht, Jonas is er. Is Jonas er? Nou, dat is leuk. Dan moeten we eens even ons best gaan doen dat hij ook mee kan doen. Oh, en ik zie ook Edward. Die wilde ook zo graag met me spelen. Die heeft daar de hele dag achter me aangezeten. Zit je ook in de Zoom, Edward? Nee, nog niet. Hij heeft tegen mij gezegd dat hij het niet heeft geïnstalleerd en dat hij het ook niet kan. Ja, hij mocht dat niet, denk ik. Snap ik ook wel weer, hoor. Komt vast nog een andere keer, maar hij is erbij. Hier is hij. Torentje 9. Wauw, ik heb 6 spelers in mijn partijenlijst. En ik heb ingesteld 5. Dat is ook wel interessant. Giel, ik begin je te herkennen aan je openingsstijl. Leuk, hè? Ja, en Anton. Ja? Jesse van Geels, hij is nu bij mij spelen. Dat is gewoon Jesse. En ik nog een keer? Jesse van Geels. Die is bij jou aan het spelen. Die zit nu hier. Ja. Wat lachen. Ik ben een beetje lief voor hem. Ja, ik moet even zoeken, hoor. Oh ja, hier. Oh, dat is wel, wel goed dat hij dat doet. Hij speelt al op het centrum. Met zijn pionnen. Hij heeft al eerder stiekem meegekeken hier. Dat denk ik. Mijn video. Ja, dat is het gewoon, Giliad. Maar je moet niet al die geheimen doortellen die wij hebben. Die we je leren. Dan kan straks iedereen het. Even kijken, torentje 9, ben je toevallig ook hier? Hoeveel zitten er in de uitzending? 8 of zo. Er is ook een hele bekende schaaktrainer in de uitzending, die heet Huub. Kunnen jullie zoeken, kijk, daar zwaait hij. Daar kun je ook van alles aan vragen, hoor. Ah, jullie moeten je concentreren, hè? Je hebt me al gewaarschuwd. Ik zal mijn mond even gaan houden. Ik ga Jonas een mooie tactiek laten zien. Oh ja, Jesse. Ja, Jonas, dan krijg ik hem weer terug. Oh. Dat lijkt me een hele gemene zet. Jesse, ik wil weten of je het echt gezien hebt. Als dat jouw plan is en je doet het ook echt, oh. Dan ga ik niet meer zo lief voor je doen, hoor. Oh, het was geen toeval. Jij hebt mijn loper gestolen. Die pion ben ik nou boos op. Dat vind ik een rot pion. Die wil ik niet meer op het bord hebben. Die ga ik eraf halen. Ik pak hem ongeacht wat. Dan weet je het vast, Jesse. Jonas weet dan ook nog net een pion terug te pakken. Zie je, ik pak hem ongeacht wat. Ik trap daar niet in. Die pion die valt mij steeds lastig. Die wil ik niet meer op het bord hebben. Wil ik nooit meer... Waar is mijn dame gebleven? Jesse? Wat heb je met mijn dame gedaan? Die vriendjes van jou, Giliad, die vind ik helemaal niet zo leuk, hoor. Die stelen mijn dames. Nou heb ik een hekel aan die loper gekregen. Zie je, als je steeds boos wordt op stukken, dan dat helpt niet. Dat is echt een rotloper. Die wil ik ook hebben.
Ik ben wel benieuwd, wat is meer waard, de toren of de loper? Weet Jesse dat al, Gilead? Toren. Oké, okay. Nou, heel goed. 5 punten en de toren, loper 3. Nou ja, ik kan heel goed. Ja, ik ben heel vrij gaan. Echt. Oh ja, torentje. Dan gaat mijn hele stelling van stuk. Ja, twee stukken tegen toren pion. Wat vind jij beter, Aletta? Ja, staan we aan? Ja. Ja, oh, ja, nee, dat was niet zo handig, maar je sloeg me sowieso, dus dan kon ik, kon ik het beter nog een beetje draaglijk. Ik snap je gedachten. Nou, het is ook 6-6, hè, dus het is, dit zijn hele moeilijke discussies altijd, van wat is nou beter? Ja, misschien. Ja, ze heb ik toch mijn toren in veiligheid gebracht, hè. Nou, ik ga weer op mijn vijand jagen, bij Jesse op het bord. Hé, hey, ik won. Ah, je hebt mijn loper niet gepakt. Dat vind ik wel heel sneu voor. Ik ben even kwijt wie dat was, zo snel. Nee. Dat is de laatste week hoor, dat wij dit gongdebakel hebben. Maar het is wel... Oké, dit is een cursus rekenen, Giliad. Je bent ontzettend goed bezig. Ik ben benieuwd of je uitrekent of ik het goed doe. En Edward is ook goed bezig. Oh ja. Dat is zo slecht. Ja, die Jonas die zit me te plagen. Heel goed. Want ik ben bang dat je dat gezien hebt, hè, Jonas? Of Giliad? Nou, ik ga eens kijken of ik nog een truc kan bakken. Op naar mijn vijand. Ja. Stelling openen, zeggen ze, als je beter ontwikkeld hebt. Dus dat doe ik dan maar. Ja. Er ging ineens, Giliad, ineens ging hij weg bij jou. Ik ben heel benieuwd wat hij daar doet qua uitslag. Ik heb gewonnen. 10-7. Ik heb gewonnen. Heb je gewonnen, Giliad? Nee, dat ga jij zeggen. Oh, maar dan gaf hij hem bij jou. Dan gaan er toch dingen nog verkeerd, helaas. Ja, hij gaat bij jou gewonnen, want hier zegt hij... En hij zegt, als ik niks doe... Ik heb gewonnen. Maar ik heb al een hit gedaan. Uh-oh. Nu ga ik lekker relax. Ja, want kijk, er zit toch iets verkeerd, zie je dat? Want ik heb... Hij staat nu bij jou als zijnde dat ik denk dat dat daar, ik kan ook geen F5 doen, ik ben heel benieuwd. Ik denk dat Henk nog hard moet werken de komende week. Ja Jonas, nu ga ik achter je koningstelling aan. Lucas, de broer van Esther denk ik, of niet? Dat dacht ik al. En ga ik nou door mijn vlag bij jou, Giliad? Nee, hij doet helemaal niks meer. Oh, wat jammer. Meer het foutje. Maar dat weet ik niet. Giliad zegt het tijd al stil. Ja, maar jou staat er nog 1 minuut op de klok.
En als de gong nu gaat, dan heb ik alsnog gewonnen. Ja, nee, dat gaan we dus niet doen. Ja, ik hoop het voor je. Je hebt het verdiend. Daar ging het om. Maar als een programmeur een per ongeluk een foutje maakt... Dat er staat 10 geven. Ja. Dan kan het ook wel eens zijn dat alles oneerlijk is. Wat vind je, Giliad? Moet ik Jonas mat zetten of vind je dat ik hem moet herkansing moet geven? Mat? Voor jou. Omdat hij steeds van je gewonnen heeft. Jullie zijn lekker gewaagd aan elkaar, hè? Ja. Zie je wat er aan de hand is? Nee, ik mats je. En Lucas, welke diploma heb jij? Loper. De loperdiploma, wauw. Waren jullie het die in Egypte woonden? Wauw, zeg. Wat leuk dat je dan hier bent. Wat is de wereld groot, hè? Via online kunnen we overal bij elkaar komen. Nou, Lucas, ik vind dat je dan heel goed gespeeld hebt. Ik ga je schaak zetten en ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. De toren blijft instaan bij... even kijken wie dat was zo... Nou, goed ontwikkeld. Nou, we hadden net zo'n situatie. Twee stukken tegen een toren. Ik ben benieuwd hoor. Wat jij ervan vindt. Heel goed. Lucas heeft mijn dame gestolen. Nou, dan wil ik er weer één terug. Zal ik hem even dekken? Hoe kun je dat oplossen, Lucas? Dat is eigenlijk een hele gemene situatie. Hè? Je doet het nu allemaal goed, Josiant. Alleen dit punt vergeet je. En ik kan hem ook nog een keer met het paard zo aanvallen. Ja. Dan wordt het eigenlijk heel vervelend. Maar ik doe het niet. Alette vraagt of je haar dame terug wil geven. Ik zet hem en ik denk... Oh. Nee, ik mag sowieso geen dame pakken als je het zelf ziet, hè? Dat is de regel. Ik zet hem neer en ik dacht paars. Ach. Ja, nee, dat ben ik helemaal met je eens. Ik heb goed gezien dat hij dat instaat. Dan moet ik hem nu gaan redden. Ja, maar waarheen, hè? Ja. Ja, Mariel, die blijft toch lastig vinden dat ik die toren kan pakken. Kom op, doe het nog een keer. Los het op. Je kunt het. Mariel. Heel goed, Lucas. Dat is hem, hè? Leuk, als ik kan... En je dreigt ook meteen iets. Heel goed, en nu heb je ontwikkeld en nu kan ik al minder. Ondanks dat is nog steeds dat punt eigenlijk een heel gevaarlijk punt. Omdat je kunt hem eigenlijk niet dekken, Josiat. Ja, nee, dat klopt. Omdat je kan hem alleen met zware stukken dekken en dat wil je niet. Nee. Het is een lastig dingetje altijd, maar je ontwikkelt ontzettend goed. Heel goed. Dit is wat we willen zien. Nou, ik ga hem toch nog proberen te jagen. Kijk eens aan. Hoe vaak staat dat verdedigd, dat plekje? Ja, te weinig. Te weinig. Wow.
Ik had er eentje bij moeten hebben. Ja, en ook die nog. Het is een pijnlijke zet, maar sommige mensen zien het niet, hè? En dan kun je jezelf nog redden. Oh, dat is gezegd. Kijk eens even, hier loop ik in een soort zelfmat. Jonas die denkt van ja, gaat hij dat nou echt doen? Ja, het antwoord is nee. Oh, Jonas heeft gewonnen. Ja, maar die gong dat pakken we aan hoor. Dat is de laatste keer als het aan mij ligt. Net zoals ik zei dat het de laatste keer was dat de bugs waren. De blaven. Het is heel moeilijk om alles zo goed te maken. We kunnen het eigenlijk alleen maar testen dat simultaan door simultaan te spelen, snap je? Dat is waarom jullie er zo last van hebben. Maar misschien ga ik binnenkort maar met Huub een heleboel simultaan spelen en de expert. Net zolang dat we de bugs eruit hebben, vind je niet Huub? Jullie willen me vast wel een keer een avondje inmaken met z'n allen. Ik hoor je niet. Ik weet niet, de microfoon doet het niet. Bij mij. Bij Huub. Even kijken. Ja, Lucas. Kijk, weet je, als je wil winnen van mij, moet je zoveel mogelijk vriendjes laten meedoen. Die staan nu nog op de onderste rij. Ik ga ze eventjes niks doen. Dan kun jij je vriendjes erbij halen. Jozef, ja, dat noemen we een pionrol. Dat is wel heel irritant. Je hebt nog steeds wel één pion die kan pakken, die heel erg pijn doet, hoor. Daar moeten we goed op gaan letten. Ja. Jonas is ook goed bezig. Zo moet beter zijn, hè? Wat zeg je? Ja, dit zo ja, klinkt. Ja, precies. Je ging me vast vertellen dat je wel een avondje mij in wil maken met simultaan schaken, met de expert. Nee, we kunnen zo wel eens een keertje een praatschaakpartijtje doen met commentaar. Ja, dat vind ik wel een heel leuk idee. Kun je een hoop uitleg geven? Ja. Hoe lang schaak je dat? Ik zou dat heel leuk vinden. Huub, hoe lang schaak je al? Nee, dan weet je hoe oud ik ben. 150 jaar. Oh, je bent uit een schaakstuk in de hand geboren, ik hoor het al. Ja. Ik geef een jaartje of 40 nu schaakles. Zo. Nou, we zijn nog geen jaar bezig met schaken. Ja, maar het gaat hartstikke goed, beter als bij mij. Nou, dan ga ik nu op 10 borden nog even snel schaken. Dan kan iedereen nog even meedoen de laatste 7 minuten. Vinden jullie dat goed? Ja hoor. Dan doe ik wel op mijn best. Ja. Dat zegt niks hoor. Nee, dat is ook zo. Nou, hij gaat toch al een stuk beter dan de eerste simultaan. Zo, toen werd ik had het helemaal niet verwacht. Jullie gingen ook allemaal heel snel zetten en dat had ik helemaal niet verwacht. Maar ik doe nu maar 6 potjes, hè. Dus nu ga ik met 10 borden en nu word ik denk ik wel weer stiller zo, hoor. Dan vliegen overal de stukken heen op een gegeven moment. En als je dan jezelf terug ziet later wat je gedaan hebt, dan denk je, was ik dat? Nou, jouw borden blijven op 6, hoor. Dat moet je bij. Ja, maar dan moet er net even iemand bij zijn, hè. Dus het nu, hij deelt in zodra er iemand klaar is met een partij. Dat kan soms even duren. Ja. Zo. Janton, ik heb net iemand afgepakt. Kijk, dat is het betere werk. Ik wil nog een keer. Ja, wat moet ik hier? Wat een zooitje. Alles staat in van mij. Heb ik dit gedaan? Ik hoop dat ik er materiaal mee gewonnen heb. Ah. Ik mag weer tegen jullie. Het lijkt ook of daar hoort hij ook nog rekening mee te houden. Maar dat lijkt ook of dat af en toe niet gebeurt. Er was nu niemand anders in die Arena. Alleen maar over. Ja, toch hoort hij je niet meteen een kans te geven. Omdat dat is feitelijk vaker natuurlijk. Oh, wat doe ik nou? Ja, ik had hem op de pauze gezet vanwege dat ik dacht, anders was niemand. Ja, nee, het geeft helemaal niet. Het is helemaal goed. Janton, je slaat mij over. Sla ik jou over? Ja. Ik doe niet meer mee. Terwijl je wel in het systeem staat. Ja. Ja. Hij bent te goed, heeft je eruit gevoerd.
Mm. Ik ga denk ik ook op Herdersmat spelen. Ja. De enige kans hier. Gilead, is je dame per ongeluk gaan plakken eentje te vroeg? Weet je nog? Je zou wachten. Dat is echt een goede tip voor jou hoor. Die dame gewoon de eerste 10 zetten niet meer aanraken. Ik zeg niet dat het slechte zetten zijn die je doet. Hey. Maar ik denk niet dat ze je altijd helpen. Nee, ik heb van Jan toch gewoon door de tijd controle. Ja. En terecht. Ja, en niet echt. Jammer, dat blijft jammer. Dat blijft jammer. Nou, nu haal ik mijn paard terug. De tijd is ook weer naar een minuut gegaan. Ja, Huub is een goede snelschaker. Die zou dit ook heel goed kunnen. Ik was nooit goed in snelschaken vroeger. Jij, Huub? Ja, best wel. Ja, precies. Ja. En dat is deze vaardigheid, hè? Dat je heel snel kan spelen. Ik doe tegenwoordig die 1-minuten partijtjes. Ah, nee. Ja. Ik word hebberig. Je ja, ontwikkelde ik zie niet. Klok lost. Maar dat was ik dan? Oh. Oh, ik heb minutes op de klok op 1 gezet. Dat had ik niet door. Oh my goodness. Zit ik hier relaxed te schaken? Ja, Tom? Ja, ik moet me even gaan concentreren. Ik heb net ontdekt dat ik maar 1 minuut heb. Hop. Maar bij minutes op de klok staat 4. Ja, nu wel, maar dat is te laat. Hij doet dat bij nieuwe indelingen, gaat hij nu naar 4, maar hij stond net op 1. Ja, ja. Ja, ik wil mat zetten. Ja, kan ik mat zetten? Nee. En toen ging de gong. Wauw. Ga ik ook eens even kijken in de arena. Nou, goed gegaan. Goed gedaan. Esther ook nog 4 punten gepakt.
Zo, even kijken wie er allemaal zijn. Hoort iedereen me nog? Ja, hè? Ik hoor niemand meer, of wel? Ja, ik hoor je wel, Jan. Oh ja, kijk aan. We zijn met z'n negen. Ik zal even kijken of we dat in een view kunnen zetten. Gary. Ja, die het Gilead. Hallo allemaal, ja. Nou, ik vond het ontzettend leuk. Hoe vonden jullie het? Leuk. Ja? Ja, leuk. Esther ook. Dus volgende week zijn we er weer. Dan komt Thea Lantjava ook. Die komt ook Simon aangeven. We gaan het elke week proberen nu op woensdagmiddag leuk te maken hier. Dus zijn er nog die vragen hebben? Die het leuk vinden om wat te vragen? Niemand? Het hoeft ook niet hoor. Ik vind het toch wel wat leuk om te vertellen dan. We zijn bezig met ook... Wie doet er mee aan de streekcompetitie? Wie doet daar aan mee? Kijk, ik zie al handjes omhoog gaan. Ja. Ik zal voor degene die nog niet meedoen... zal ik daar eens iets over vertellen en laten zien. Maar doen er al heel veel mee, zie ik. Ja, ik zie nog meer in de chat. Ik zal even de chat lezen. Wat daar gezegd wordt zometeen. Oh, hier staat de chat. Ik doe mee, zegt Elim ook al. Wat leuk. Nou, de streekcompetitie. Dat is een competitie waar je... je speelt nu al toernooitjes met ons. Dat hebben jullie ook net gedaan. Hier zie je de ranglijst van de huidige toernooi. Hè? De streekcompetitie die kun je winnen door 3 partijen achter elkaar te winnen. Dan krijg je 3 van die bliksemschichtjes. En elke keer als je dan scoort, ga je 1 punt hoger op de lat. Daar doen er al een heleboel aan mee. Inmiddels hebben er al 117 staan nu in deze ranglijst. Dat doen er meestal zo'n 300 per week mee. En nou komt hij. Wij zijn bezig dat jullie, en dan ga ik even, dat aan het einde van de week is er een ranglijst en een beker, maar we gaan ook een finale spelen. En dan al die kinderen die op die ranglijst staan, kunnen in 1 uur tegen elkaar spelen. En dan wordt er een winnaar van de week. Dus dat betekent dat alle schakers die daar aan mee hebben gedaan, voor de finale competitie kunnen spelen. En dan word je de winnaar van de week. En daar blijft er dus maar 1 over van alle kinderen die meedoen. Lijkt jullie dat een leuk idee, een finale een keertje? Ja. Wanneer dan? Nou, dat is dus de vraag. Wij gaan het eerst testen. En we weten nog niet wat is een goede tijd om een finale te spelen. Want ja, het kan maar 1 keer in de week. En wij hebben nu bedacht aan het einde van de week. Alleen dat is een hele ongunstige dag, want dat is een zondag. En dat vindt niet iedereen leuk, denk ik. Dus we gaan het 1 keer op zondag proberen. Van 4 tot 5. En we gaan nog met elkaar in gesprek wat een goede tijd is. Hebben jullie, daar moet je ook maar eens over nadenken. Want 1 keer in de week komt er een finale. Ja, en wanneer is dat? Wat is nou het mooie moment om een finale te spelen? Hij doet een uur, de finale. En je neemt je 10 punten die je op de ranglijst kan winnen, neem je mee. Dus als je bovenaan in de streekranglijst staat, dan begin je al met 10 punten en heb je een voorsprong. Zo gaat het werken. Spannend, maar nu heb je met corona, mag je toch niet op visite. Dus dan is zondagmiddag misschien minder erg. Ja, dat is misschien het idee. Ja. Dus wij gaan het in ieder geval aankomende zondag stiekem in stilte proberen. Want er zullen misschien weer wat bugs in zitten natuurlijk. Die gaan we eruit halen met elkaar. En dan, als het helemaal goed is, gaan we een vaste tijd communiceren. En inderdaad, op een gegeven moment kunnen we misschien naar de woensdagmiddag verplaatsen of iets. We moeten maar eens even kijken. Ja, nou, dus dat zijn ontwikkelingen aan onze kant. Zijn er nog tips en tricks? Zijn er kinderen die zeggen, nou, dit wil ik op Chessity kunnen? Ik zeg niet dat ik er naar ga luisteren natuurlijk. Ik weet nooit of het kan, maar je kunt het in ieder geval gaan proberen te roepen. Van, nou, ik wil een game met dit of dat of zus. Nou, denk er nog maar eens over na. Ik ga jullie zo uitzwaaien in ieder geval. En hou ook ons YouTube-kanaal in de gaten. We gaan daar regelmatig video's posten de komende tijd. En ik ga ook af en toe partijen reviewen van de Simontaan daar. Dus jullie kunnen daar af en toe kijken. En nou, wellicht zie ik jullie volgende week weer. En dank jullie wel allemaal voor jullie komst. Oh, je wil nog wat vragen, Gilead? Of wilde je zwaaien? Ja, dan zwaaien we terug. Dag allemaal, tot ziens. Dank jullie wel.